in Tilburg. De Winterfair 2013. Wij zijn erbij van Omroep Tilburg. Daar staan de schaatsbaan, daar zijn kraampjes. Wij gaan een kijkje nemen. Ga je mee? We staan bij de Winterfair 2013 met een van de organisatoren. Wat is uw naam? Sylvia Oerlemans. En Sylvia, dit is de 2013 editie. Het is niet de eerste keer de Winterfair hier, hè? Nee, dit was de derde keer dat we dit organiseren. En we groeien alleen maar. Dus ja. En waarom hier in het Euroscoop? Ja, dit is een mooie ruimte ervoor. En ja, we kunnen genoeg kramen kwijt. Iedereen staat binnen, overdekt. Heel gezellige ruimte ervoor. Ja, en ook een leuke schaatsbaan buiten. We hebben een schaatsbaan buiten, de scouting staat buiten. Ja, oliebollenkraam, er is van alles te doen. En wat is er nu anders dan voorgaande jaren? We hebben een andere opstelling gemaakt, een gezelligere opstelling. Ja, aldoende leert men natuurlijk. Er staan meer kramen als vorig jaar. We groeien steeds meer. Dus ja, inderdaad, de schaatsbaan is er nieuw bijgekomen. We proberen ieder jaar toch eigenlijk meer uit te breiden. En wat voor soort kramen staan er nu anders dan vorig jaar? De meeste kramen staan wel hetzelfde, want we hebben best mensen die eigenlijk ieder jaar terugkomen. Maar we hebben veel met sieraden, met kleding, heel veel etengerechten, het Griekse huis staat er. Ja, we hebben echt heel veel, echt verschillende variatie voor iedereen wat. Er staan natuurlijk ook nog een hoop ondernemers, neem ik aan? Ja, er staan ook ondernemers. We doen dit samen met El Futuro. De beren die werkt mee, de bommelberen, daar staat het terras voor. We hebben een korenfestival en dat vindt daar plaats. Dus er een aantal ondernemers doen ook mee. En de bezoekersaantallen, valt het tegen of valt het mee dit jaar? Nou, vorig jaar hadden we dus 's middags gedaan. We hebben dit nu verzet van 4 tot 10. Ook in verband met de bioscoopbezoekers. Die komen meestal 's avonds dus inderdaad. En morgen hebben we van 12 tot 7. En de ervaring leert dat zondags eigenlijk wel heel veel drukte verwacht wordt. Kunnen we in 2014 weer een Winterfair verwachten? Ja, dan gaat het vast weer komen. We groeien steeds meer. En we hopen echt dat we over een aantal jaren het buitenterrein er ook helemaal bij kunnen betrekken. Ik zou zeggen ontzettend veel succes vandaag en nog heel veel plezier het weekend.